Hoe oud wil je worden? Nou, wel 500 jaar. En ik ben van mening dat doodgaan niet hoeft. Maar dat kan toch helemaal niet? Het kan wel, want inderdaad, het doodgaan komt van oorsprong van de menselijk denken vandaan. Als men denkt, ik ga dood, dan gaat men dood. Maar de oudste mensen zijn toch 110 of 115? Dat is ook nooit bewezen, hoe oud of er nog mensen zijn van 300, 400, 500 jaar. Ja, maar die zouden toch onmiddellijk in de publiciteit komen? Die willen ze niet eens. Want de meeste mensen moeten uitsluitend gezien hebben wat ze geloven. Nou, alle mensen zien dat hun buren, hun ouders, hun broers en zusters doodgaan. Dus dat zit er zo sterk ingebakken dat ze doodgaan. Er zijn meer mensen die daarmee bezig zijn onsterfelijk te worden. Ja. Van die heb ik dit geleerd, van wat ik nu zeg. Omdat ik toen bij die mensen aankwam en zeg, nou, ik zie helemaal geen mensen die onsterfelijk zijn. Ik zie helemaal geen mensen meer die uitgegroeid zijn, die daarna nog 2 meter worden, wat dan ook. Dat heb ik nooit gezien. Dus dat is uitgesloten, zei ik dan. En toch wil ik het. En dan zei ze, ja, ik zie al de fout. Je hele geestinstelling, van eerst zien en dan pas geloven. Nou, dat moet je zien te overwinnen. Hoe oud ben je nu? Ik ben na 35. Dus ik behoor al behoorlijk af te takelen. Het hoort al eigenlijk zo te zijn. Maar ik zie door mijn levenswijze dat stabiliseert. Je denkt dat het lichaam zelfherstellend is? Ja. Absoluut. 1 keer in de 11 maanden is het hele lichaam vervangen door nieuwe cellen. Vertel nog eens hoe je dag eruit ziet nadat je 3 uur gerolskate hebt. Ja. Wat doe je daarna? Wat eten. Veel muesli met soja en melk erbij. Daarna nog wat slapen en daarna weer fitness doen. Door meester te worden over zijn geest wil Jan de Reus alsnog 2,20 meter worden. Vertel eens van het congres van dwergen. Daar ben ik toen geweest op het congres en men kan daar alleen maar kunstmatig beenverlenging uitvoeren van het onderbeen. Dat wordt langer. Hoeveel dwergen waren daar? Ja, ook niet zo gek veel. Hooguit 100 dwergen. En die breken het been door 2 en zetten er een spalk in en die spalk wordt elke dag 1 millimeter uitgerekt. En daardoor groeit er weer aan botmassa aan. En doordat die botmassa aangroeit, wordt het been iedere keer langer. Elke dag 1 millimeter. Als ik ervan overtuigd ben, dan gebeurt het gewoon. Maar er zit ook iets in mij wat zegt nee. Je kunt niet groeien. Het is uitgesloten voor jou. Dus een uitdaging voor mij des te meer om die metamorfose te ondergaan. De reden waarom ik dus niet gegroeid ben, is dat ik mezelf niet accepteerde. Ik heb alles onderzocht op dat gebied, ja. En dit is wat ik afgelopen 5 jaar dus als voedingssupplement geslikt heb. Om juist meer spieromvang te kunnen krijgen. En inderdaad in de lengte te kunnen groeien. Waarom bewaar je al die lege flesjes? Dit is gewoon een bevestiging dat het niet werkt. Dat je het van buitenaf... voeg je dus stoffen toe. Ik geloof er aan de ene kant geloof ik er dus niet in. Gedurende 5 jaar dat ik dit heb geslikt, heb ik er ook niet in geloofd. Ik nam het, ik geloofde er wel in, maar ik zat vol met twijfels. En die twijfels, dat is de reden waarom ik ook niet in lengte ben gegroeid. Waarom staat die fiets hier? Deze fiets die gebruik ik niet en als ik inderdaad 2 meter ben, dan zal ik deze fiets gaan gebruiken. Want dan is deze uitstekend voor mij. En dan is die goed in zijn denken, in zijn afmetingen. Dus dat betekent ook alweer dat ik erin geloof. Als ik over een paar jaar gegroeid ben, dan wordt die fiets gebruikt. Wat ik wil worden is gewoon een wandelend kunstwerk. Wat zijn grenzen verlegt.
in alle opzichten een donkere huidskleur. Hè, met gigantische, dikke, gespierde armen. Een kolossale nek, smalle heupen, lange benen. Echt van 1,5 meter lang. Dat zijn allemaal dingen die ik er stuk voor stuk bij wil hebben. Maar ik wil dus mens blijven. Hè, met hetzelfde intellectuele capaciteit en dezelfde lichamelijke mogelijkheden als een mens. En geen draak of kat of ander zoogdier. Maar ik wil inderdaad zo'n reus worden, ja. Hè, hoe groter, hoe mooier. Nederland wordt je als neger vaak in de watten gelegd, hoor. Tenminste, dat is mijn mening. Vrouwen die kijken vaak tegen een neger op. Vinden een neger mooi. Een neger kan goed dansen, kan goed sporten. Heeft het gewoon in zijn bloed zitten. Seksueel zeer aantrekkelijk voor een vrouw. Voel je je nou beter, nu je neger bent geworden? Ja. Ja? Wat sterker, ja. Ja, het is dat het zo vreselijk afgeeft, maar... Het ziet er wat stoerder uit, hè? Ja, daarom, ja. Dat is het. Dat is het juiste woord. En dat wil ik ook. Stoer overkomen. Kijk eens. Als ik wit ben, dan voel ik me zo kwetsbaar. Heb je een minderwaardigheidscomplex? Ja. Had ik al in mijn jeugd. De meeste mensen hebben een minderwaardigheidscomplex. Ja, maar die verdrukken dat, hè? Hoe heet je? Ik heet Jan. Jan de Reus heet ik. En dat lichaam dat wil ik gewoon vervolmaken, net als een kunstenaar zijn beeld vervolmaakt. En dat is wat me zo drijft, om dat lichaam groter, atletischer en sterker te maken. Veel mannen zouden jaloers zijn op zo'n figuur. Ja, op zo'n figuur, ja, ja. Maar goed, die mannen zijn ik niet natuurlijk. Die mannen hoeven niet in dit lichaam te leven. Is nu goed? Superman.